Hier ben ik dan even weer. Vandaag zaterdag 17 oktober 2020. Een bijzonder jaar. Een jaar waar wij eigenlijk niet op hadden gewacht. Maar zo zie je weer, ons leven die kent verrassingen. En we hebben geleefd in een mooie periode. En dan komt er een periode waar je dus eigenlijk terug moet deinzen. Even terug, stap terug maken om te komen waar we moeten zijn. Nadenken over dingen die, waar wij over moeten nadenken. Soms denken we dat het leven vanzelfsprekend is. Maar niks van dat. En ja, tijdens het lopen dan krijg je dan soms, ik krijg dan van die ingevingen. En dan vind ik het wel nodig om dat in te spreken. Hier loop ik heerlijk. En ja, wat wil ik eigenlijk kwijt aan jullie? Niet veel. Wat ik door zou willen geven is dat ik me lekker voel. En ik hoop dat dat bij jullie ook zo is. Niet te veel uit de pas lopen. Maar probeer zoveel mogelijk de dingen te doen die gedaan moeten worden. Luister naar je lichaam. Weet je, dat doen wij veelal niet. Maar probeer daar aandacht aan te geven. Schenk aandacht aan jezelf. Voordat je dus ook die aandacht die nodig is aan anderen te geven, te kunnen geven. Dat is wat ik kwijt wil. En ik wens jullie een fijn weekend. Doe wat je moet doen. Sosolobby, met liefde. With love. Tot de volgende take. Bye.